Een hele goede morgen. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag. Woensdag 22 mei. Ik ben dus net gaan hardlopen. En het is 6:15 pas. Ik was om 6:15 weggegaan. Maar ik heb echt even geen lekkere run gehad of zo. Ik ben bij mijn vriend, dus ik heb daar geslapen. En op zich kan je hier juist heel lekker hardlopen. Maar ik weet niet, ik kwam er niet zo lekker in. En ik had mijn hardloopschoen niet mee. Dus ik ben op mijn Hoka Trail running schoenen gaan rennen. Daar kun je ook gewoon op rennen. Maar dat ben ik dus niet echt gewend. Oh, ik zweet me wel echt helemaal kapot. Maar ja, ik weet niet. Ik kwam er niet helemaal in. Ik heb een beetje last van mijn buik ook. Maar goed, ja, dus helaas. Nou, uiteindelijk wel bijna 4 kilometer. Maar meestal wil ik de laatste tijd minimaal 5. Maar goed, in ieder geval, leuk dat je kijkt. En ja, ik ga lekker naar huis nu. Douchen, omkleden. En dan ga ik naar werk toe. Dat speelde ook een beetje mee, dat ik eigenlijk dacht... Oh ja, maar ik moet zo ook wel omkleden. Ik moet mijn eten nog maken. Ik wil vroeg naar werk vandaag. Red ik het dan wel? Dus ik merk dat het anders is dan als ik op een vrije dag ren. Of als ik na werk ren. Dan heb ik gewoon alle tijd. En dan meestal ga ik nog lekker even uitlopen. Nu doe ik dat ook hoor, maar dat is maar een paar honderd meter. Oké, nou ja, ik ben in ieder geval trots dat ik dit heb gedaan. En er zit weer een run op, zou ik maar zeggen. Nou, het is inmiddels avond. Oh, wat heb ik een lange dag gehad. Ik zit lekker heel even op de bank. Even een theetje te doen. Echt even bijkomen van deze dag. Ik heb op woensdag best wel een volle lesdag. Dus ja, achter elkaar door. En morgen ga ik naar Walibi met de school. Dus daar moest ik ook nog wel een en ander voor voorbereiden. Uitleggen met, ja, uitleg geven aan de leerlingen. Waar spreken we af? Hoe laat moet je op school zijn? Wat mag je mee? Hoe laat zijn we terug? Nou ja, et cetera, dat soort dingen. En de leerlingen waren natuurlijk helemaal enthousiast. Dus het is wel echt heel erg leuk. En daarna had ik ook nog een overleg op een andere locatie. Dus toen moest ik nog daarin rijden. Daarna ben ik naar huis gegaan om nog wat kleding op te halen. Want ik ben bij mijn vriend en ik blijf hier deze dagen en dit weekend ook nog. Toen dacht ik, oh, ik moet ook nog wat spulletjes halen. Dus ik ben nog naar huis gereden. Toen ben ik lekker met mijn vriend bij de Mac gaan eten. Super slecht, maar het was zo lekker. Oh, af en toe zo'n Mackie. Ik vind het heerlijk. Net als een patatje of zo. Oh, kan ik er echt van genieten. Dus het is nu 8:15 of zo, 8:30. En ik ben echt helemaal kapot. Ik merk dat die run van vanmorgen er toch in heeft gehakt. En in ieder geval dat ik dan weer lekker vroeg op ben geweest. Dus het is nog heel vroeg. Maar ik ga gewoon al naar bed toe. Ik ga liever me nu... Ik drink even mijn theetje nog op. Daarna ga ik douchen. En dan ga ik gewoon slapen. Want morgen heb ik echt weer een hele lange dag. Want we zijn pas rond 7:00 terug uit Walibi. En daarna komen we op school aan. En dan daarna kan ik naar huis. Maar ik denk dat ik even aan mijn collega vraag die dit organiseert. Of ik niet... Want ik ga met mijn eigen auto... Of ik dan niet vanuit Walibi gewoon bam gelijk naar huis kan. Want het is echt onzin om met 40 collega's dan, ja, weet ik veel, 16, 17 klassen uit te zwaaien. Dus ik denk dat ik dat wel even ga regelen morgen. Want het is gewoon zonde van de benzine ook. Want dan rijd ik als het ware langs het huis van mijn vriend om naar school te gaan. Een half uur langer en dan moet ik een half uur weer terug. Nee, ik weet het al, dat ga ik niet doen. Oké, voor nu, ik ga lekker slapen. Ik ben kapot. En ja, morgen weer een nieuwe dag. Hallo, een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag en ik zit lekker in de auto. Ik heb op school echt super lang gewacht, want die bussen kwamen te laat. Echt, ja, ik vind dat echt niet normaal. Ik vind het gewoon niet kunnen. Maar goed, dat er zeiden, ik denk dat die busmaatschappij het ook druk had. Of nou ja, wat de smoes ook was. Ik vind het echt belachelijk, want we gingen uiteindelijk 3 kwartier later weg. Mijn klas dan. En ja, dat is wel 3 kwartier korter in het park. Plus dat je echt super lang in die klas die leerlingen aan het bezighouden bent.
Maar goed, maakt niet uit. Zij zijn onderweg nu. Ik had vanmorgen nog voor werk, had ik lekker even een ontbijtje gehaald. Skeer. En ik heb een banaan nog voor vandaag. En ja, ik heb echt super veel fruit en groenten. 2 bakken met mango en ananas. En ik heb een bak salade, maar daar staat nu mijn camera op. Anders kan die niet blijven staan. Dus ik ben heel eventjes bij een benzinestation aan de kant van de snelweg. Ga ik eventjes mijn ontbijtje nemen. Het is nu 11 uur al. Ik moet nog een uurtje rijden. En ik dacht, ik ga lekker even een break nemen. En een koffietje halen. Oh, dit is toch... Ik vind het zo lekker. Wow. Oh, ik heb echt iets zoets gehaald. Ik dacht, het is met mandarijn. Maar het is mandarin pie. Dus het is gewoon taart. Dit kan toch niet gezond zijn, dit? Even serieus. Ja, lactose free, ja. Ik heb al gelezen dat Skeer wel een goede yoghurt, zeg maar, is. Maar meestal neem ik helemaal plain. Maar ik moet zeggen, het is wel echt lekker. Het lijkt eerder een toetje nu. Nou, en ik heb mijn plattegrond helemaal geprint op werk, ook voor de leerlingen. En dan kan ik kijken waar de koffiecorner is. Dan kan ik daar gelijk naartoe. Ja, de leerlingen hebben dan... ik heb groepjes gemaakt. Of de leerlingen mochten zelf groepjes maken. Dus ze mogen daar dan niet alleen in dat park natuurlijk rondlopen. Ik hoop dat dat gaat lukken. Want ik heb echt wel een paar eindselgangers in mijn klas zitten. Maar goed. Dit is echt heel erg lekker. Het is echt wel heel veel. 140 gram. Poeh. Ik zit gelijk vol. Oké. Nou, die is leeg bijna. Dan eet ik, denk ik, ook wel gelijk die banaan nog even. Of nee, ik ga... Nee, ik ga lekker een bak... Oh nee, die eet ik niet helemaal op nu, denk ik. Ja, ik ga het gewoon doen. Ik ga lekker die bak met mango eten. Ik ga het gewoon helemaal opeten nu. Ik zal het ook kunnen maken. Oh, lekker! Ik ben echt zo dol op mango. En überhaupt fruit vind ik gewoon heel erg lekker. Ik hoop dat ze een beetje zacht zijn. Heerlijk. Nou, het is gelukt hoor. Ik heb lekker een bakje koffie gehaald. Ik moet zeggen, hij is niet zo lekker als, nou, als andere keren. Ik ga wel vaker bij deze Shell. Of is dit een... Ja, dit is een Shell, geloof ik. Vlakbij Schiphol, ergens in Amsterdam. Maar volgens mij is de koffie niet goed. Nee, ik weet niet. De melk is niet goed. Ik weet niet. Hij is ook heel erg heet. Veel te heet. Dus ik ga hem lekker even neerzetten. En dan ga ik wel gelijk rijden weer. Want anders wordt het allemaal wel weer echt heel erg laat. En ik wil ook niet dat mijn leerlingen op mij aan het wachten zijn. Ik kan wel heel even een berichtje sturen. Of een van mijn leerlingen even een locatietje wil sturen. Dat zou wel grappig zijn. Nou, nee. Ga ik ook niet doen. Ik ga lekker rijden. En ik ga plezier maken. Oh, wat een dag heb ik gehad. Oh, het was echt superleuk in Walibi. Ik ben in een aantal attracties geweest. Ik ben ook misselijk geworden van één attractie, de Express. Oeh, die was echt heel erg heftig. En eigenlijk liep alles best wel vlotjes en het was lekker weer, de zon ging zelfs schijnen. En ik hoorde van collega's ook, nou, die is met die aan het lopen, die is met die, want ik was al mijn leerlingen zo'n beetje kwijt. Of die liepen natuurlijk gewoon in heel dat park. En bij het verzamelpunt, nou, waren eigenlijk al mijn leerlingen er netjes op tijd, op 2 na. En daar heb ik dus heel lang op staan wachten, bijna een half uur tot 5:30. En de bussen zouden al om,
volgens mij dan vertrekken. En we moesten nog een half uur lopen. Nou, en toen miste ik er twee. En ze namen niet op. Mijn telefoon was uit. En uiteindelijk was eentje er. En die riep nog even snel. Ja, maar ik moet naar de wc. Toen zei ik, ja, oké, is goed, doe maar. En toen ging heel die stoet, was al lang gaan lopen. Want we moesten nog een kilometer of anderhalf kilometer naar de bus lopen. En hij kwam maar niet uit die wc. En ik dacht, hè, hij is toch echt gewoon hier om de hoek. Ik naar die wc, na 10 minuten. Iedereen was al gaan lopen. Is die wc dus buiten gebruik, omdat ze daar aan het schoonmaken waren. Dus ik dacht, nee, hij is dat park weer in. Oh, en toen zag ik allemaal personeel en die zeiden, nee, het park is leeg. En ik zat echt, waar is hij? Ik mijn collega's weer bellen, loopt hij toch in de stoet? En iedereen, nee, hij loopt hier niet, hij loopt hier niet. Ik zeg, ja, maar het park is dicht. Nou, echt een gedoe. Dus ik ben aan het einde, of ik ben naar de uitgang gegaan. En toen zei ik tegen die vrouw, ik zeg, ja, ik wacht gewoon nog op een leerling. Ze zegt, dat meen je niet. Ze zegt, het park is dicht. En ze zegt, ik zie het personeel al hierheen komen. Dus ik denk niet dat hij daar nog is. Ik zeg, ja, maar ja, mijn collega's zeggen ook dat hij... Nou, ik zakte echt een beetje door de grond. En toen ineens zag ik hem in de verte aankomen, struinen. En ik zwaaien. Ik was blij. En ik dacht echt, oh, dit heb ik weer. Dus hij kwam aan. En toen zei hij, oh, sorry juf, sorry. En ik zei, ja, die bus gaat zo meteen weg. En we moeten nog een heel stuk lopen. En toen nam hij reageerde bijna niet op mij. En hij nam een sprint naar die bus toe. Dus ik dacht, shit, wat moet ik nu doen? Want ik dacht, ja, ik ga ook niet rennen. Nou, ik collega bellen. Willen jullie hem opvangen? Hij is aan het rennen. Nou, uiteindelijk zei mijn collega, ja, ik zou maar achter hem aanrennen. Want het is niet één rechte weg. Het is ook nog een beetje... Nou, ik ben met mijn rug erachteraan gaan rennen. En nou, het was echt een gedoe. En ik ben helemaal uiteindelijk daar dus kapot van. Sowieso is het een hele drukke dag. Maar, oh, wat erg dit... En ik had honger en er was file onderweg. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga weer Mac eten. Want ik heb gisteren ook McDonald's gegeten. En vandaag. Zo eet je nooit McDonald's. En zo eet je 2 keer achter elkaar. En wat ook wel chill is. Nu zie ik dus aan de tijd dat het wordt steeds korter. Het was eerst nog 1,5 uur. En nu nog maar 59 minuten. Dus ik heb dan wel en gegeten. En ik kan relaxed naar huis rijden. Want ja, het is echt nog wel een stuk rijden. Dus ik ben... Het was mijn avontuur. Oh. Maar ik moet zeggen, Walibi is wel echt een leuk park. Weet je, je hebt wel echt thrills, zeg maar. Weet je, het is wel echt voor de. Een beetje de daredevils wel hoor. Sommige dingen gingen wel echt heel snel. Oké, nou, ik ga echt rijden nu. Ik ben helemaal kapot. En dan als ik thuis kom, douchen en slapen. En morgen naar Amsterdam, dan heb ik mijn studie. Een hele goede morgen of middag is het eigenlijk al. Het is vandaag vrijdag. Vrijdag 24 mei. En oh, ik ben echt helemaal kapot. Ik heb slecht geslapen. Zo'n dag als gisteren naar Walibi. En dan terugrijden is echt veel te druk geweest voor mij. Maar goed, ik was vanmorgen alweer lekker aan het werk. Heel veel moest ik doen. Ik wilde eigenlijk voor mijn studie zitten. Maar dat is dus weer niet gelukt. Tenminste, ik heb wel wat leeswerk kunnen doen, gelukkig. Maar echt opdrachten typen. Ja, daar heb ik echt tijd voor nodig. Ik ga naar mijn auto, even kijken. Maar goed, ik ben blij dat ik voor werk gewoon heel veel heb kunnen doen. Want het is echt... Oké, even de auto in. Ja, ik ben blij dat ik... mijn haar zit raar. Ik ben blij dat ik voor werk dus veel heb kunnen doen. Want het einde van het jaar is zo druk met... Ja, ik moet heel veel aanmeldingen doen. Tenminste, de ouders doen natuurlijk wel de aanmelding bij de vervolgschool. Maar ik moet ontzettend veel formulieren en het dossier zeg maar aanvullen. Aanleveren. En het is heel veel werk. Nog gebeld weer met een school vanmorgen. En nou ja, goed. Het is heel druk. En nu ga ik naar Amsterdam. Ik moet nog best wel opschieten eigenlijk. Want het is nu... Waarom staat de tijd er niet? Oh, het is 10:50. Ja, en ik moet nog ongeveer een uur rijden. En ik moet om 1:30 beginnen. Dus. Ik kom 1:15 aan. Dus dan moet ik nog parkeren. Dan moet ik er nog heen lopen. Ja, ik ga het wel redden hoor. Maar het is altijd lekker om een beetje vroeg te zijn. Want je kunt daar lekker een cappuccino maken. En even een theetje drinken. Even kletsen, dat soort dingen. Nou goed, ik ga er vandoor. En ja, tot later. Nou, mijn bijeenkomst zit er weer op. Het was best wel interessant. Ik heb ook de afronding nu besproken daar. Want ik heb nog 1 bijeenkomst en 1 eindgesprek.
En nog heel veel te typen, dat wel. En daarna heb ik eindelijk mijn diploma. Dus het is wel, het einde is in zicht. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik zit nu in een hotel samen met mijn vriend. Die zit tegenover mij. Die heeft hier vanmiddag gewerkt. Er zitten best wel wat mensen om ons heen. Wij blijven hier nog lekker even wat eten. En ik ben eventjes een biertje aan het drinken op het weekend. Ik ben de laatste tijd helemaal van het eiwit. Van het brouwerij het ei. Echt, dit is zo'n lekker biertje. Ook van de tap. En we hebben net wat eten besteld. Wat was het? Een tempeh ketchup met fried rice. En een garo garo gaan wij eten. Heel erg lekker. En dan het weekend vieren. Oh, ik ben helemaal blij. Want mijn studie is nu echt wel in het einde is in zicht. Ik ga echt ook naar de afronding van mijn schooljaar. De vakantie is in zicht. En ik heb ook nog eens weekend nu. Dus ja, het is een heerlijk gevoel dit. Kijk nou, het eten is er. Dit is de garo garo salade. Och, het ziet er super goed uit. En dit is de ketchup tempeh met fried rice. Of tenminste, het is steamed rice, zie ik nu. Ik dacht fried rice, maar het is echt... Het ziet er super lekker uit. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. En hoe laat is het nu? Het is 11:50. Ik heb weer niet lekker geslapen. En ik merk echt dat ik er een beetje chagrijnig nu van word. Dus ik ben echt mezelf nu aan het opheppen om te gaan hardlopen. Omdat ik gewoon best wel moe ben. En het liefst dan nu al lig op de bank, chillen, slapen, series kijken, wat dan ook. Maar ik heb toch wel even mijn sportkleding aangedaan. En ik sta dus op het punt wel te gaan vertrekken. Ik denk dat het me heel goed gaat doen. En ja, ik heb ook wel zin om hard te lopen, moet ik zeggen. Maar het is meer dat ik gewoon chagrijnig gevoel voel van binnen. Echt helemaal niet lekker. Ik heb nog niet gegeten, dus ik ga echt ook op lege maag. Ik ga even keihard ervoor. En als ik dan thuis kom, dan ga ik lekker een eitje bakken, koffietje zetten. En ach, daar heb ik nu al dus al zin in. Dus het is even nu bikkelen. Ik heb gisteren, had ik natuurlijk die studie. En daarna ben ik met mijn vriend lekker aan de overkant even wat gaan eten van de Itta. Zodat we niet in de file terug moesten rijden. En dat was wel echt even heel relaxed. Lekker een biertje erbij en super lekker gegeten. Dus dat was wel echt een prima dag. Maar ik merk gewoon dat het veel te druk is allemaal. Donderdag naar Walibi, heel veel kilometers gereden. 240. Gisteren natuurlijk ook aardig een end weer. En toch rijden en laat terug, et cetera. Dus ik slaap er gewoon slecht van. Maar goed, oké. Ik ga lekker rennen en tot later. Zo. Ik heb helemaal een rood hoofd. Maar ik heb echt een hele goede run gehad. Ik had het echt niet zien aankomen. Want ik was best wel, ja, ik weet niet, bijna tot chagrijnig of zo. Een beetje gewoon oververmoeid eigenlijk. En ik heb dus uiteindelijk 7,2 kilometer hard gelopen. Wel met twee stops. Dus echt twee keer dat ik echt dacht, oké, ik kan even niet meer. Ik trek het even in mijn hoofd gewoon niet meer. En één keer omdat ik moest oversteken. En toen moest ik gewoon wachten op een auto die aankwam. Of een paar auto's. Ik ben net thuis gekomen en ik merk echt dat ik extra trots ben op mezelf. Omdat ik dus gewoon langer dan 5 kilometer heb hard gelopen. 5 kilometer is altijd een beetje mijn uitgangspunt. En als ik meer ren, dan vind ik dat mooi meegenomen, zeg maar. Dus het is en meer kilometers en terwijl ik eigenlijk heel moe was en er niet heel veel zin in had. Tenminste, in het hardlopen wel en in dit gevoel natuurlijk. Maar gewoon omdat ik een beetje chagrijnig was. Ik ga nu gelijk eten. Ik ga een shake maken, proteïne shake. En ik ga lekker een magnesiumpje nemen. Ik ga ei eten, ik ga een paprika eten, een boterham. Dus even goed voor mezelf zorgen nu, want ik ben helemaal leeg. En ik had ook op lege maag, ben ik gaan rennen. Dus het is nu echt extra, moet ik even zelf even aanvullen weer. Oké, ik start even met een proteïne shake. Ik ben bij mijn vriend, dus ik heb nu een andere proteïne shake, maar prima. Ik moet gewoon nu echt even dit allemaal gaan aanvullen. Oké, wel mijn eigen beker mee naar hier. Ik ben al de hele week bij mijn vriend. Het is echt super gezellig samen, moet ik zeggen. Dan neem ik gelijk een magnesiumpje met mijn proteïne shake.
Oeh, dat is lekker. Ondertussen ga ik die snijden. Even eitje in de gaten houden en mijn boterham lekker even knapperig bakken. Nou, mijn eitje is lekker aan het bakken. Ik heb een plakje ham er nog bij. Een boterham, een speldboterham volgens mij. Die is lekker knapperig aan het worden. En ik ga ook een hele paprika eten. Dus een gezonde maaltijd. Nou, wij zitten in de auto. Ik heb hem lekker even klaargemaakt. Ik ben bijgekomen van de run. Ik moet zeggen dat ik nu echt denk, oh, ik merk het bijna niet eens. En ik heb lekker gedoucht en mijn haar lekker gedaan. En wij gaan nu naar mijn schoonzus en zwager. Want mijn vriend die gaat daar nog even een hekje repareren of vernieuwen. Ondertussen heb ik nog even een banaan. Die ga ik eten. Om toch nog even wat extra magnesium binnen te krijgen. Of in ieder geval voeding. En mijn schoonzus die gaat dus lekker cocktails klaarmaken. Dus daar kijk ik helemaal naar. Nou, we zitten lekker even een koffietje te doen in Delft. Ik heb echt een grote cappuccino genomen met havermelk. Oh. En we zitten dus aan de gracht in Delft. Een heel leuk plekje. En ik kom vaker in Delft, maar ik heb het nog nooit ontdekt, moet ik eerlijk zeggen. Het zit naast het postkantoor in Delft. Ik ga heel even een klein stukje filmen ervan. Maar het is een heerlijk plekje, want het is half buiten. En half toch zit je droog als het regent, zeg maar. Nou, even een koffietje proeven. Oh, heerlijk. En ik heb lekker een grote genomen. Kijk, je zit dus hier gewoon lekker aan de gracht. Als het mooi is, mooi weer is, kun je ook daar zitten. Maar het ziet er toch super leuk uit. Van binnen. Helemaal zo. En lekker mijn koffietje. Oké, wij hebben dus nu net even een Vietnamese broodje gehaald. Een banh mi. En ik heb veggie genomen. Ik ben echt heel erg benieuwd. In Vietnam heb ik dit wel eens gegeten. Ik ben benieuwd hoe die... Oh, het is leuk ingepakt ook. Even kijken. Oh, dit ziet er echt zo goed uit. Kijk. Echt een groot broodje met... Er zit een ei op en iets van... Zwammen. Nou, lekker. Nou, laten we een hapje nemen. Het is zo lekker, hè? Een koriander, ei, champignons, wortels, die je komkommer, munt, sla. Echt lekker. Kijk uit over die sap. Ik herken echt die smaak weer. Dit is zo lekker. Het loopt helemaal, die sappen lopen helemaal uit. Oh. Zo. Goed. Ook loopt wel heel erg. Ja. Dit is wel echt super grappig. Maar wij sluiten de week af met een lekkere zak patat. Kan er ook nog wel bij. Oké, wij zitten dus bij Vers Friethuis in. Dit is in Alphen aan de Rijn. En dit is echt de lekkerste friet gewoon die er maar is. Nee. We hebben dus... Nee, dan ja. Hoor ik net van mijn friet. Zo lekker. Wordt heel lekker gebakken. Nog één keer even laten zien. Kijk. Echt heel erg lekker. En dat doen ze dus in zo'n houten... Ik ga het toch nog één keer laten zien. Kijk, dan hebben ze gewoon zo'n houten plank. Twee gaten erin, bakjes en die zak patat. Nou, mijn vriend en ik gaan lekker even trainen. Hij heeft de muziek echt keihard aangezet. Ik heb een sportkleding aangedaan. En wij gaan lekker even armen trainen. Borst en schouder. Ik heb er best wel zin in na zo'n patatje. Zo, nou ik heb lekker even getraind. Mijn armen, best wel zwaar. Ik denk dat ik er nog best wel last van ga hebben. Want ik heb echt zwaar getraind voor mijn doen. Oké, ik ben even in de slaapkamer van mijn vriend en van mij. En ik ga mijn kleding even laten zien. Want ik heb vandaag weer wat dingetjes gekocht voor de reis naar Azië. En ik had vorige week wat dingen gekocht bij Stradivarius.
En die zou ik nog in een shoplogje even laten zien. Dus ik dacht, dan doe ik dat allemaal even bij elkaar. Ik ga het even showen wat ik allemaal heb. Want ik heb het dus even op het bed uitgestald. Ik heb hier een gestreept broekje. Die is van H&M. Hier, deze heb ik vandaag gekocht. Ook zo leuk. Van Cotton Club. Deze van Stradivarius. Deze ook van Stradivarius. En dan heb ik hier een groen topje van Stradivarius. Die heel lekker zit. Maar ik zie hier een paar vlekken. Die zaten er dus toen ik hem kocht. Dus die ga ik wel even omruilen. Maar die wil ik wel houden. En heb ik ook zo'n crop topje van. Die is van de H&M. In beige kleur. En een topje in het wit. Alleen die is wel heel strak. Ik weet niet of dat lekker is voor in Azië. En ik heb nieuwe schoenen. Ja, ja. Mijn hiking running trail schoen. Van Altra. En ik weet niet of iemand daarmee bekend is. Maar Altra is dus een schoen. Die dus een toe shape heeft. Dus normaal lopen schoenen hier af, zeg maar. De normale schoen. Of ik vind het niet normaal, maar dat zijn wel de schoenen die gemaakt worden. En Altra is dus, net als de barefoot community, heb je dus een bredere schoen. Het ziet er dus ook, ja, in principe wat lomper uit. Maar het is dus echt veel beter voor je voet. En ze zijn ook best wel tof, vind ik. Heel sportief wel. Maar ik dacht, dat is wel lekker voor een hike of een run. Nou ja, laten we lekker gaan passen, zou ik zeggen. Oké, hier komt mijn eerste outfit. Dit is een broekje van Stradivarius. Of het is eigenlijk een skort. En het truitje is ook van Stradivarius. En hij is niet helemaal hoge taille, zeg maar. High waist. Nou ja, redelijk wel. Maar hij loopt een beetje zo naar beneden. Waardoor het af en toe lijkt alsof het niet helemaal high waist is. Maar leuk is, je kan dit een beetje omhoog doen. Dit kan je ook naar beneden trekken. Dit loopt zeg maar zo. Dus het is echt een superleuk. Want daardoor krijg je een beetje dit hier net even eroverheen. Het is hier dus echt een broekje gewoon. En zo lijkt het net een rokje. Dat is toch super cute. Het mag wel ietsje hoger nog. Zo. Ik kan hem wel heel strak. Doe hem een beetje zo. En dit topje, ja, die heb ik dan nu wel echt zo gedaan. En dit topje is ook van Stradivarius, maar je ziet dus hier al ergens zo, hier zit een vlekje. Dus ik ga hem wel even, ik wil hem wel houden, want ik vind het kleurtje gewoon heel leuk. Maar ik ga hem dan even omruilen voor een nieuwe. En van achter zie je ook gewoon echt dat het een broekje is. Ja, dit is echt ontzettend leuk. Dit is ook gewoon leuk in Nederland. Oh, hier zit die vlek trouwens, echt precies in het midden. Ja, dit... Dat vind ik wel echt super leuk om daar te dragen. Een broekje heeft geen zakken. Dus dat is wel, je moet altijd wel een tasje dan meenemen of zo. Maar meestal heb ik dat wel. En ik heb dus een maat 40 heb ik. En hij is €23. Oh, heb ik maat 40 genomen? Nou, hij zit echt perfect, ja. Van het topje heb ik een maat M. En die is maar €6. Die zijn echt, ja, €6 is echt niet duur. Dus topje is maat M. En het broekje heb ik een maat 40 genomen. Echt heel cute. Oké, volgende setje. Of tenminste, ik heb hetzelfde truitje even aangehouden. Heb ik hier een broekje. Een short. Het is een beetje van dat linnenachtige spul. Hij is lekker een beetje lang. Zodat je echt ook gewoon geen last hebt met lopen. En het zit echt wel heel lekker. Je hebt hier ook elastiek. Dat vind ik heel fijn. En dit broekje is dus maar €19,99. En ik draag maat 38. Dus ja, de ene keer heb ik 38. De andere keer weer 40. Terwijl het dezelfde winkel is. Ik heb geen idee. Maar ja. Ja, dit zit echt wel heel erg lekker ook. Het is echt een top zomerse outfit eigenlijk. Oké, het volgende setje is van... Even kijken. Het topje is van H&M. En het broekje is van Cotton Club. Heel erg leuk printje. En hij is lekker high waist. Daar hou ik echt heel erg van. Het heeft een, ja, ook wel een kort pijpje. En van achter heb je lekker elastiek. Dus dat zit heerlijk in de zomer. En er zit een beetje paars in, een beetje groen in, een beetje blauw, zwart en terracotta. Dus je kunt alle kleuren, bijna alle kleuren erop dragen. Ik heb dan nu een topje van de H&M. Ik ben echt dol op deze crop tops. Want het is lekker kort, maar niet zo kort dat je helemaal je buik ziet. Maar dat komt omdat ik natuurlijk een... Echt lekker high waist draag. Ja. Nou, dit heeft dan wel een zakje. En ja, dit is lekker smerig zo. Ja, dit vind ik echt zo'n leuk broekje. En het broekje is maat M.
En dit is wel iets duurder dan de H&M met Stradivarius. Deze is €39,95. Topje is echt niet duur van H&M. Het is geloof ik €10 maar. Dus ik heb hier een heel leuk setje mee. Dit topje ga ik denk ik ook in het wit en zwart halen. Zodat ik wat meer kleuren heb. Ja, dan heb je gewoon goede basics om heel veel te combineren. Ja, helemaal blij mee. Oké, het volgende setje. Dit vind ik echt zo leuk broekje. Die heb ik vandaag bij de H&M gekocht. En het lijkt wel echt gewoon zo'n pyjama short. Het zit ook super lekker. Het is echt heel erg wijd. En ik vind het dus wel leuk zo'n streepje zwart-wit. Dan kun je echt alles erop dragen, alle kleuren. Nou, touwtje kan je maar een beetje zo iets strakker doen, niet echt. Ja, en dit is dus het truitje van Stradivarius. Die zit echt heel erg lekker. Het is wel een beetje dik en heel erg strak. En ik vind strak heel lekker zitten. Zodat, nou ja, mijn borsten lekker op één plek blijven. Maar ik vind het niet altijd heel mooi staan. Omdat het natuurlijk heel erg tekent. Dus ja, ik moet even afwegen van wil ik dat het mooi staat of wil ik dat het lekker zit. Het liefst wil ik natuurlijk een combi van beide. Maar ja, ik weet het niet. Over dit truitje denk ik nog even na. Op zich vind ik het wel heel mooi staan eigenlijk. Ja, ik denk wel dat ik hem ga houden. Maar ik weet alleen niet of ik hem dan meeneem naar Azië, want het is toch een beetje dik. Ja, echt een heel leuk broekje. En ik dacht dus heel vaak naar het strand, doe ik dan zo'n jurkje of broekje. Maar dit is echt zo'n lekkere wijde short. Die kun je dan lekker over je bikini aan doen en dan loop je lekker zo naar het strand. Of naar het zwembad natuurlijk. Ja, echt heel erg leuk. Nou, ik lig lekker eventjes op bed. Oh, heel even lekker chillen en een theetje en zo. En ik was lekker even met een vriendinnetje nog aan het appen. Ik dacht, oh, dan ga ik lekker even op bed doen. Ik heb net gedoucht. En ik zie eindelijk het zonnetje schijnen. Het heeft vandaag super veel geregend. Maar goed, het is nu 8:15. Ik ga mijn video editen. Ik was vanmorgen al een beetje begonnen, dus ik ben op 1/4. Dus ik moet nog wel eventjes. Dus ik hoop dat ik binnen 3 kwartier aan 1 uur klaar ben. En dan kan die vannacht even exporteren en uploaden bij YouTube. Want ja, het duurt soms wel lang. Soms gaat het heel snel, het uploaden. En vorige week duurde het volgens mij 12 uur of zo. Dus daarom wil ik ook echt even zorgen dat die ja, dat het goed werkt. Zodat hij echt morgen 6 uur online kan. Oh, wat heb ik een bewogen week gehad. Het was super druk qua werk. Ik heb heel slecht gegeten. Ik heb 2 keer McDonald's gegeten. Vrijdag ben ik uit eten geweest. Gisteren heb ik lekker bij mijn schoonzusje gegeten. Oh, die had lekker broodjes kip curry gemaakt. Oh, met Surinaamse broodjes. Vanavond heb ik een patatje gegeten. Ik heb 3 keer ijs gegeten deze week. Verder heb ik wel gewoon mijn fruit. Dat eet ik altijd. En ik eet een paprika en tussen de middag vaak. Tomaatjes lekker zo los eten. Dus ik kom altijd wel aan mijn groente en fruit redelijk. Maar ik heb het qua avondeten echt even bond gemaakt. Sporten ging super goed deze week. Want ik heb bijna 4 kilometer gerend op woensdag. Gisteren 7,2. En ik heb net dus ook mijn armen getraind. En ik wil aankomende week echt er even weer aan trekken. Dus 2 keer wil ik gaan hardlopen. En ik wil ook nog 1 keer armen trainen. En ik denk ook 1 keer benen. Even kijken of ik daar lekker op ga. Ja. Oh, heerlijk. Oké. Nou, ik ga de vlog dan nu ook afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Ja, als je nog niet geabonneerd bent, zou ik zeggen abonneer, like. Dat zou ik heel erg tof vinden. En ja, alle support is echt welkom. Ik vind dat ook heel erg leuk als ik van die positieve reacties krijg. En ja, dat doet mij ook wel goed, want ik heb nog niet zoveel volgers. En ja, die aantal reacties, dat is toch wel echt wel leuk. En dat ik merk, oké, daar doe ik het ook wel voor natuurlijk. En ergens doe ik het omdat ik het leuk vind om te vloggen. Maar het is tegelijkertijd wel leuk dat het ook goed wordt ontvangen. Dus dank jullie wel daarvoor. En ja, verder een hele fijne week gewenst. En tot de volgende vlog. Doei!